alle feiten over de parkeerschijf. Hallo allemaal, ik ben Merlin. Kennen jullie alle feiten over de parkeerschijf? Ik zal er even 5 op noemen. Als eerste, de parkeerschijf moet altijd blauw zijn. Je mag hem bij aankomst op de eerstvolgende half uur doorschuiven. Dus is het 1:15, mag ik hem op 1 uur zetten. Natuurlijk kun je zeggen, ik ben pas 1 minuut over 1 aangekomen. Dan zou je hem dus op 1:30 mogen zetten. De parkeerschijf heeft nog ook extra's. Hier zie je, de reclame staat er natuurlijk bij mij op. Je ziet hier een parkeermuntje, hartstikke handig. Op het moment dat je een winkelwagentje moet pakken. Maar ook een bandencontrolemeter. Ja, mijn nagels zijn nog heel. Dat kun je eigenlijk gewoon uitschuiven om te meten hoeveel profiel je nog op je band hebt. Hartstikke handig. Even kun je de parkeerschijf tegen het raam aan als krabben gebruiken op het moment dat de ramen bevroren is. Aan 3 zijden zou je dat kunnen doen, behalve de bovenkant niet. Want daarmee moet je hem op de juiste tijd zetten. Wat ook niet mag, wat wel heel pinter is, dat heeft ooit iemand in Oostenrijk gedaan. Het volgende, je legt ze gewoon elke keer op volgorde op een ander tijdstip. Betekent dat alle tijdstippen dan aanwezig zijn. En wat ook niet mag, is een elektrisch uurwerker onder, zodat hij automatisch na een uur verspringt. Dus ik hoop dat jullie alle feiten van de parkeerschijf nu weten.